mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij een shoplog doen. En een shoplog van de Flying Tiger. Als je niet weet wat de Flying Tiger is, de Flying Tiger, de Vliegende Tijger. Nee, oké, gewoon de Flying Tiger is in Gent. Dan zoek je het snel even op, zet je mijn video even op pauze en druk je er weer op. En kijk je weer voort naar mijn video. Ik ben dus gisteren naar Gent geweest. En dan zag ik echt allemaal heel leuke dingen in de Flying Tiger. Dat zijn twee zakjes van de Flying Tiger. Zo, hup. En ja, dus die wil ik even allemaal aan jullie tonen. En allemaal, ja, uithalen. Dus laten we beginnen. A few moments later. Ik ga beginnen met deze kleinste zak. En het is ook al sowieso een leuk zakje, dus ja. En wat is het dan? Het eerste. Anders zal ik gewoon niet kijken en pak ik maar iets. Oh. Oei. Dit is eigenlijk niet zo speciaal. Het zijn nietjes. Zo'n super kleine nietmachinat van de HEMA. Pasten deze nietjes dus perfect. En had ik die dus gekocht. Want in de HEMA waren ze 60 cent. Maar dat waren maar 100 nietjes. En hier zijn er 5000 rietjes. Rietjes, ja, rietjes. Hier zijn er 5000 nietjes in. En het kostte maar 1 euro afgerond in de Flying Tiger. Oeh. De volgende is dit. Oh ja, dit is dus een koekje. Een notitieboekje. En dat vond ik zo leuk uitzien dat ik het direct had gekocht. Het is zo leuk rond en er zijn hier allemaal witte blaadjes en zo. Hè? En er staat op Round Lovely Biscuits. Het is echt een super leuk. Het lijkt een beetje op een Oreo. En natuurlijk ook het Flying Tiger, want daar doe ik een shopblog over. Shopblog. Een shopblog over. En het kostte 3 euro afgerond in de Flying Tiger. Hey. Bye bye. Dan het volgende dat ik heb is dit. Dit is dus eigenlijk een vodje. Maar hierboven en hieronder is dus het vodje. Maar daartussen zit er zo gedekt een plateautje. En daar kan je bijvoorbeeld alles op leggen wat je wil. Je oorbellen, armbandjes, sieraden of iets anders. Ik weet niet, briefjes of zo. En dit kostte maar 2 euro. Dan heb ik dit. Dit is denk ik een van mijn lievelingsspulletjes die ik daar heb gekocht. Dit wordt bedoeld als een lunchtrommel. Je kan het hier met klepjes openen. Doe je dekseltje eraf. Dan heb je dit roze bakje. En daar zitten er heel zoete dingen. Het eerste is een cupcake. Deze cupcake. Het is echt een super coole cupcake. Het tweede is een ijsje en een superleuk ijsje op een horentje. Het derde is een super, super, super lekkere donut. Woehoe! Deze is de donut. Het is echt super klein, dus ik weet niet of dat jullie het goed gaan zien. Maar one eternity later. En deze is een ijsje op een horentje. Een beetje een magnum met zoiets lekker aardbei ding achterover. Ach, doet mij alweer denken aan lekkere ijsjes eten. Maar er is een geheim. Al deze vier lekkere dingetjes die hierin zitten, zijn niet zomaar peeltjes, maar het zijn gommetjes. Woehoe! En dan heb ik nog zo eentje, maar dan niet met lekkere zoete dingen, maar dan met snacks. Deze twee potjes kosten samen 4 euro, het is elk apart 2 euro. Dan voor het tweede heb ik hem hier al bij. Maar die kon hier natuurlijk niet in de zak, want ik was te nieuwsgierig, dus ik had hem al opgedaan. Dat is deze superleuke gimbal. Deze kostte 10 euro maar. Als ik hem zag in andere winkels was het 24 en waren ze alsnog kleiner of minder leuke kleur. En deze is echt super leuk en ja, het is gewoon heel leuk om gymnastiek op te doen of gewoon om zo om mee te stuiteren natuurlijk of om op te liggen om alles mee te doen. En dit was de doos waarin zat.
Hier. Trainingsbal, gymbal met een pomp. En die pomp zien jullie hier. Het is een pomp. En met deze pomp heb ik heel deze bal moeten opblazen in mijn eentje. Dus het was niet met een machine of zo, het was echt gewoon met een pomp. Dan heb ik mijn tweede zak. Een mini ventilator. Dat is echt heel leuk. Dus dit is een ventilator. En ja, die is dus mini. Het is echt leuk. Je kan hem naar voor en naar achter bewegen. En hij ziet er echt zo schattig en mooi uit. En er was ook in het geel en in het groen één. Maar ik vond roze het leukst. Dus dan had ik roze gepakt. En het past bij mijn kamer. Dus ja, echt. Deze ventilator, deze roze, kostte 4 euro. Maar het is het echt wel waard. Het is een super, super, super leuke ventilator. En ik hou van. Hij is klein, handig om mee te nemen. Echt super mooi. En kan niet zomaar stuk gaan. Dus, doei! Dan het volgende. Het is een beetje kleiner dan al de rest. Maar dat wil echt niet zeggen dat het minder leuk is. Hier is het volgende. Dat zijn twee super leuke slippertjes. Deze slippertjes. Maar het zijn eigenlijk gommetjes. Ik weet dus, ik ben echt geobsedeerd door gommen. Maar ja, dat is echt leuk als je foutjes maakt. Maar weet je wat ik denk? Een klein geheimpje. Dat ik deze en deze gommetjes van die broodrommeltjes en deze gommetjes eigenlijk nooit ga gebruiken. Ik vind ze veel te mooi en veel te leuk. Dus die ga ik zeker nooit gebruiken. En ja, nooit. Nu, het laatste wat ik heb is een vuilbak. Maar je zou denken, wie koopt er nu een vuilbak in de Flying Tiger? Ik dus. Maar het is echt geen gewone vuilbak. Het is gelijk een koffiebeker. Maar dan in een vorm van echt iets super tof. Er staat van voorop, I love coffee. En je kan de deksel eraf doen. En dit is dan gewoon een lege grote bak. Want als ik het naast mij hou, het is groter dan mijn hoofd. Dus het is echt heel groot. Niet dat mijn hoofd klein is of zo. Mijn hoofd is gewoon groot. Mijn hoofd is ook niet groot. Ander onderwerp, please. Alsjeblieft niet over mijn hoofd praten. Waarom praat ik zelf over mijn hoofd? Ik haat mijn hoofd. Oké, dus deze vuilbak is echt super tof. Dus de deksel is gewoon zo'n klapdingetje. En er zit hier ook zo'n drinkdingetje aan dat je zo gezegd van kan drinken. Oh, oeps. En als het zo staat, is het echt super leuk. Deze kostte 7 euro in de Flying Tiger. Vond je deze video nu leuk? Laat zeker een heel groot blauw duimpje omhoog achter. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Want zoals ik zei in mijn vorige video, bij de 100 abonnees ga ik iets super leuk doen. Echt iets tof. Misschien hebben jullie het wel al gezien, maar het is gewoon echt iets super tof. Dus je moet gewoon kijken. Bij de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 abonnees, één bij die, ga ik een giveaway doen. En een giveaway, als je dat niet weet, dan waarschijnlijk weet iedereen dat. Dan ga je allerlei super leuke dingetjes kunnen winnen. En ja, dat is gewoon super tof. En de vraag van vandaag is, welke van al deze leuke Flying Tiger spelletjes vond jij nu het leukst? Schrijf onderaan in de reacties welke jullie het leukst vonden. Je kan het ook met nummertjes doen op welke volgorde ik het had gedaan. Doei!